gaan vandaag de meest chaotische, meest gezellige muziekquiz van allemaal spelen. Music Madness. Ja, aan de hand van 3 rondes gaan wij uittesten wie van ons de beste muziekkennis heeft. En ik hoop, Quinn, dat jij goede versterking hebt meegenomen. Oh, dat heb ik zeker. Ik heb mensen die al heel lang in het vak zitten, die precies weten hoe dit moet. Dus ik wens je succes. Dit hier is mijn team. En dit is mijn team. En we worden begeleid door de jongens van Je Weet Wel. Oh yeah, oh yeah. Vertel eens even, wie zit er in jouw prachtige team? Ik heb godverdomme een team meegenomen. Het is Vertel. Niet te doen. Aan de ene kant heb ik een prachtige zangeres met een prachtige stem. Geef het op voor Delani. Yeah. En aan de andere kant een van mijn favoriete Nederlandse artiesten. Geef het op voor Bokusan. Wie heb jij meegenomen? 2 mensen die al een tijdje in het vak zitten. Ik heb aan mijn linkerzijde Nicky Romero. En de man die alles kan, veel kookt, grapjes maakt op het internet, mooie kleding draagt. Het is Fjezefur, ofwel Freddy. Yeah. Hoe zit het met jullie? Ik kan niet wachten om Bokusan te verslaan. Oké. Personal attack. Het is gewoon lekker dat gelijk al de nood te wordt. Te vernederen is meer wat ik wil voor vernederen, kapot maken. Ja, ja, ja. Hoe zit het met jullie muziekkennis? Redelijk goed. Okay. Maar als we allemaal van nieuwe house dingen gaan doen, dan weet ik niet zoveel van. Maar gelukkig zit ik in het team met nieuwe house dingen. Nicky Romero. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat het best wel oké gaat. Alleen, ik weet niet zo heel veel van de Nederlandse hip-hop scene. Volgens mij hebben we een lekker divers team. Hoe zit dat bij jullie? De Nederlandse hip-hop scene, daar hebben wij juist alles over. Ja, jullie weten alles. Jullie weten alles. Heb je een beetje muziekkennis? Wat ik ken, ken ik wel heel goed. Yeah. Dat vind ik wel vet. Dat is wat er vandaag wordt gespeeld, dat jij dat allemaal kent. Ja, dat hoop ik ook, ja. Maar we gaan het laten lukken, man. Wat heb jij 2020 gedaan? Heb je op je reet gezeten of heb je alleen maar nummers? Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel. Nee, ik heb wel... Nee, ik heb niet zoveel gedaan. Gewoon sessies, een beetje... Je zit in de leukste muziekquiz, ja, dus het is allemaal goed gekomen. Ja, precies. Gewoon een beetje dingetjes, maar de shows mis ik wel. Laten we daar niet over hebben, jongens. Dat is ook een beetje treurig eigenlijk. Eigenlijk is iedereen hier een beetje... Iedereen is broke hier. Ja. Werkloos. Iedereen is werkloos. Daarom we gaan het er lekker niet over hebben. Tijd hadden. We spelen vandaag het spel in 3 rondes plus nog een finale ronde. En daarin kan alles veranderen. Ik ga niet te veel lullen. Ik denk dat we gewoon moeten beginnen met ronde 1. In ronde 1 gaan we koppen gokken. Straks zien we een plaatje gemaakt van 2 verschillende Nederlandse artiesten. Okay. Aan ons is het om te gaan raden wie die artiesten dan zouden zijn. Ja, en om even een voorbeeld te geven. Ja, hebben we, zoals jullie te lezen, iets heel engs. Dit is zeg maar een plaatje gemaakt van het kind van mij en Quinn. Dus dat zou er ongeveer zo uit moeten zien. Oei. Wel cute. Dus heb ik daar rood haar? Oh, ja. Dat is de periode dat ik mijn haar had geverfd? Fuck. Rijk heeft een hele zware periode gehad dit jaar. Ik had gewoon een mental breakdown door corona. Het is oké. Okay. Kan gebeuren. Ja, zeker. Quinn, ik denk niet dat wij kinderen moeten gaan baren. Nee. Zullen we het niet doen? Zullen we het niet doen? Nee. Het is denk ik wel duidelijk voor de deelnemers. We krijgen straks een plaatje te zien en het zijn 2 verschillende Nederlandse artiesten in een mix. De puntentelling gaat als volgt. Je moet ze allebei goed hebben om de 2 punten te scoren. Heb je er nou maar eentje goed of 0, dan gaan de punten naar het andere team. We hebben allemaal een prachtig instrument. Het is niet zomaar Music Madness. We gaan ook zelf een beetje... Gebruik maken trouwens. Wees kieskeurig. Zorg ervoor dat je echt weet wat het antwoord is. Als je gaat blazen, zijn we er klaar voor. Zullen we nog even testen? Nog 1 keer testen? Nog 1 keertje? Waarom klinkt je als een koe opeens? Het is tijd voor het eerste gezicht. Anouk en Louise. Mensen zijn vanuit voor dat ik was Louise. Nee, Bokusan was sowieso. Ik was voor het plaatje al. Oké, Bokusan, zeg maar. Volgens mij is Femke Louise en ik denk Anouk. No, man. Ik denk het wel. Ja! Zij het toch? Let's go! Het zijn maar 2 punten. Ik zat dus aan Adele te denken, maar dat is helemaal niet Nederlands. Maar ze lijkt wel op Adele, als je snel kijkt. Eerlijk, hè? Ik dacht Adele. Ja, helemaal nu. Omdat ze dik is afgevallen. Oh, ze is juist afgevallen. Ja, okay. Gezicht 2. Fluit erbij. Oeh, dat is... Oh. Ja, ik weet wel eentje, maar... Ja, maar dit is... Oh, ik heb het weten, ik weet het. Mensa, toch? Ja, Mensa en De Fano, toch? Dit is Seven en De Fano. Wie? Seven bedoel ik. Is dit waar? We gaan kijken. Okay. Seven en De Fano. Wie is het? Die guy van Seven en De Fano. Het zijn niet Seven en De Fano, dat betekent dat wij... Hé, luister. Shit.
had nooit geweten dit. Had nooit in mijn leven geweten. Ik zag het wel, maar zij waren eerder met fluiten. Ja. Nou, het is duidelijk, de punten zijn naar jullie gegaan. Yes, maar laten we snel doorgaan. Nou, alsjeblieft, hè. 2-2 aan Neef. Gezicht 3. Oh, shit. Oh, wow. Dat is Glenn Faria en Willy... Wie? Willy Bartel. Wie zei al zoiets? Glenn Faria. Nee, Jonne Fraser! En Willy Faria en Willy Bartel. Ja, oké, we kunnen niet veranderen. Laat maar zien. Oh, het is Jonne Fraser en Willy Bartel. Nee! Nee, ik weet helemaal niks. Ik herken ze allemaal niet. Maar je bent wel scherp in gezicht, hoor. Zo, ja, man. Ja, dank je. Je moet het gewoon die andere team fout laten zeggen, dat is beter, denk ik. Ja. Laten hun gewoon antwoorden. Ja, dat is gewoon voor ons best. Ons eigen grap. Maar wacht, hebben jullie nou weer die 2 punten gekregen? Ja, dat is echt eerlijk, want ik zei echt Jonna. Ik snap de spelregels niet meer zo goed. Laten we wel gaan naar gezicht nummer 4. Oh god, ja, ik weet 1. Ja, ik ook. Nee, wij gaan niks zeggen. Is zij ook weer? First. Weet jij het? Wat? Ja, je hebt al geblazen. Zeg het maar. Ja, nu moet je zeggen. Nu moet je het zeggen ook. Ik denk dat het Romy Montero... Die sowieso. En, ja. En Nicky is. Romy Montero en Ricky Romero. Nee, dat zou echt... Wie? Verdomme. Oh nee. Wauw. Andere Nicky. Ik hou er wel weer mee op. Dankjewel voor de punten. Ja, you're welcome. Het is tijd voor het laatste gezicht. Oh ja. Ja. Ja, deze... Ik ben het met... Of met Peter R. de Vries. Ik ben het met... Wel achtig zoiets. Ik ben het met... Jawel, kijk maar. Of Peter R. de Vries. Jongens. Ja, het is erbij. Moet ook zo nog weg eigenlijk. Ik denk echt die guy van de Snollebollekes of Peter R. de Vries. Guy is de Snollebollekes en Freddy. Ja. Wat? Wie is dat? Wie is dat? Dat is die snollebolleke guy. Nee, dat is niet snollebolleke. Nee. Wie is dat? Kunnen we niet nog één ding doen? Hoe heet hij dan? Niemand kent deze guy. Wie is het? Wie? Ja, René, die is laatst heel bekend. René Leblanc. Ja. Wat doet hij dan? Bekend. Die wil al 40 jaar bekend worden. Ik speel zelfs het nummer van ik heb nooit van deze naam gehoord. Dus we gaan even de volledige niche in. Dit is een docu van hem uit... De jaren 90, toen wilde die al bekend worden. Het team van Rijk heeft 6 punten behaald en wij hebben er 4. Dat betekent dat we iets in te halen hebben, maar dat komt helemaal goed in ronde 2. We zijn alweer aangekomen bij de tweede ronde en deze heet Hysterische Hits. En hysterisch wordt deze ronde zeker weten, want iedereen krijgt in deze ronde een koptelefoon op met niet per se rustgevende muziek. En deze ronde spelen we samen met de jongens van Je Weet Wel. Even spelregels, zodra je straks voor de band staat, moet je alles doen om het nummer uit te beelden wat de jongens aan het spelen zijn. Mag je alles voor gebruiken. Je mag zingen, je mag lipsynken, je mag het uitbeelden wat jij wil. Zodra maar jouw teamgenoten weten wat voor nummer er wordt gespeeld. En wordt het nummer nou geraden, dan draaien jullie weer door. Dus dan is er weer iemand anders die het nummer mag gaan uitbeelden voor de band. Het is best wel lastig, dus je mag als team 1 keer passen. Dat geven we jullie. Jullie hebben de meeste punten. Dat betekent dat jullie in deze ronde mogen beginnen. Ja, we mogen dus, beginnen. Wie van jullie krijgt de eer? Boom. Jij? Is goed, ik ga wel als team captain. Jullie krijgen 2 minuten om jullie nummers te raden. Dus wees snel. Gewoon of roepen. Niet. Ja, jullie horen me nu al niet meer. Wat? Ja, gewoon roepen wat je denkt dat het is. Het moet hysterisch zijn. Hysterisch is. Ja, je kan praten, maar ik hoor je toch niet. Hysterisch! Wat? Oké. Okay. Ik heb de hele nacht weer een droom. Slapen! Want je stem van je pop van het lijf van je pop is de leven zo long. We even dansen erbij! La la la. Liggen dromen! Slaap, dromen! Dromen! Ja, wat? Wat zei jij? Dromen! Ja, die! Volgens mij ja! Wat is dat? Ja! Wat? Maar het is toch dromen zijn we droom? Nee, man! Nee! Wat was het nummer? Wouter Kroes toch? Wouter Kroes! Ja! Zij is al begonnen. Hier aan de kust. Aan de kust.
Is het Nederlands? Is het Nederlands? Nee. Nederlands nummer. Dronken! Ik heb te veel gedronken. Doe het een refrein. Ik heb een kratje in mijn hand. Kratje bier. Baby? Pas. Ik heb geen idee. Bier. Pas. Pas. Heb je hem? Ik had geen idee. Pas. Ik dacht, kratje bier. Je zat heel dichtbij. Wat dan? Wat was het? Een beetje verliefd. Beetje van André Hazes. Een beetje. Ik zei André Hazes. Ga door. Ja. Oh, oh. De boysjes ze willen mee, maar dat is niet zo makkelijk. Oh! Uitbeelden! Weet, nee! Je moet het uitbeelden, ik kan niet lezen! Je staat, het is Femke Louise! Wat is dit? Wat is dit? Femke Louise! Tijd! Tijd! Ja, maar deze was wel echt moeilijk. Maar ik zeg je eerlijk, ja. Deze was moeilijk. Ja toch? Ik ken ook niet Money van Femke Louise, maar je was net buiten de tijd. Was ik echt buiten de tijd? Ja. Nee man, dit is... Nee. Jullie hebben een angstaanjagende hoeveelheid van 1 punt bij elkaar verzameld. Ik vind het heel spannend of wij hier overheen gaan komen. Hoe hebben wij 1 punt? Alles geskipt gewoon. Alles geskipt. Dit ging zo slecht. Nee, maar dit is 10 keer moeilijker dan je denkt. Ja, sure. Ja, jawel. We gaan het zien. Ik denk dat ik hem dan ook als teamcaptain als eerste doe. Oké, zijn jullie ready? Ik wel. Ja? Ik ben ready, ik ben. Ja, we beginnen als heel... Oh my god. Ik weet al, drank en drugs. Drank en drugs. Jij mag. Go. Dat is gewoon goed. Ja. Heb je even voor mij? Hij voelt man. Gewoon die bas. Rang, kang. 2 punten. Kang, kang. Ja, die kang, 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 kang. Oh, wacht. En ik loop hier alleen in het bestemming. Oh, ik ben aan het eten. Oh, aan het eten. Hem, het bos. Gezellig. Gezellig. Het is zo gezellig. Oh. Guus Meeuwers. Guus Meeuwers. Trillen. Ja. Niet zo nilend van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. Hij weet niet. Hij kent deze niet. Wat is het nou? Wat is het nou? Wat is het nou? Nou kan je niet horen. Hey. Tijd. Oh, ik dacht. Yeah. En jij zei wel, wat zei jij? Ik zei Nielsen, maar ik weet het nummer niet. Pas, snel, ik ga. Klaar. Snel, nog één. Snel, kunnen we nog. Er staat zo bijna al 17 nummers gehad. Ja, is er niet? Komt in de foto. Onderweg. Oké, jongens. Grap is dood. De deur dicht. Nee. Onderweg. Het mag... Wat zit je al ik zo? Klaar om te horen het mag duidelijk dat zijn. Er zijn voor de tegenpartij 3 punten behaald. En door ons maar eentje. Ze willen ons niet goed zien. Nee, het is on... Ja, oké, maar ik was ook wel heel slecht. Moet ik eerlijk zeggen. Maar we gaan het gewoon allemaal inhalen in de volgende ronde. We zijn aangekomen bij ronde 3 en in deze ronde gaan we platen raden. Dat moet je inderdaad gebruiken als je het weet. Ja, en we gaan niet zomaar platen raden. Alles gaat namelijk net even wat anders in dit programma. Er wordt straks een nummer gespeeld, maar dat wordt dan gespeeld in een totaal ander jasje. Sterker nog, het kan een andere taal zijn. Het kan zomaar zijn dat je de hardrock versie hoort van 10.000 luchtballonnen van K3. In het Duits. Ja, en aan onze ja, dat kan zomaar. En aan onze taak om te raden... wat artiest is en het nummer. En let op, als je hem fout raadt of je weet maar 1 van de 2 componenten, hè, of alleen maar artiest of alleen maar het nummer, dan krijgt de andere kant nog een keer de kans om te raden. Ik denk dat we gewoon maar moeten gaan spelen. Laten we beginnen ook met het allereerste nummer. Zing ons een liedje, piano man. Zing als een song, Piano Man. Van wie? Van Noël. Nee. Joël. Kut. Nee, hoe heet hij? Kijk, stom maar. Ja, hoe heet hij? Billy Noël. Want daar is het op gebaseerd, maar het is dat lange Frans nummer. Zing het in het Frans. Ook al is het in het Frans. In het Duits of in het Frans. Mogen we het antwoord? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Je was heel dichtbij. Hij heet Billy Joel. Billy Joel, Piano Man. Wat was het?
Zie je? Ik snap het. Ik snap wat hier is gebeurd. Ja, dit was het nummer. We moeten inkomen. We hebben nog meer nummers, dus we gaan gewoon naar nummertje 2. Ja, nummer 2. Sta maar op, kom er maar in. Schud die gekke wereld, dan leef ik in. Als de liefde niet gek is, dan klopt de deur. Geef mij nou een kus. Stap maar op, kom er maar in. Loop over me heen. Nee, step right Jamai, up. Step right up. Hij was eerder. Laten we luisteren naar het origineel. Was dit correct? Hey, let's go. I'm dying for your kiss. Oh. What I am, I'm ik heb poster van mijn raam. Ja? Van Jamai? Ja, van Jamai, ja. En je hier staat zo'n compassie, ik kan niet anders. Nice. Nou, het is duidelijk, jullie hebben deze punten behaald. Laten we doorgaan naar nummer 3. Kijk je grapje leeg, zoet als een sappie. Jury heeft bepaald. Ja, dus, nou. Sterrenstof van de opzit. Oh, een jeugdvertegenwoordiger bedoel ik. Oh, nee. Het was fout. Het was fout. Dat was fout. Wat geeft het nou graag? Jongens, laten we. De jongens van je weet wel. Vertel het ons. Sterrenstof, jeugd van tegenwoordig. En ook daar had Bokusam posters van. Boven zijn bed kus je elke avond. Het is een van de weinig nummers die ik uit mijn hoofd ken. Omdat het een goed nummer is. Jongens, wij hebben 2 punten behaald. Jullie hebben 1 punt. Nul. Ik schrok er helemaal van. Stonden wij net niet voor? Jullie stonden ooit voor in een ver verleden. Jullie zijn hier geëindigd met 7 punten. Wij hebben er 9. Het is tijd voor de finale waar nog alles kan gebeuren. We zijn aangekomen bij de grande finale. Waarin alles nog kan veranderen. Ja, en hier moeten wij vooral blij mee zijn, want Sam, in deze ronde kunnen wij nog 10 punten verdienen. Wat? Ja. Lekker! Echt alles kan nog. Achter jullie zien jullie een wand met allemaal album- en single-covers staan. Daarop zitten cassettebandjes geplakt en straks horen we een nummer dat de jongens hier spelen en moeten wij het cassettebandje wat we horen van de wand aftrekken. Ja, en als je het goed hebt, dan heb je eigenlijk het spel gewonnen. Ja, dan heb je het spel zeker gewonnen. En er mag maar 1 iemand rennen. Dus zorg even, Quinn, dat je iemand uitkiest die naar het bord gaat rennen. En het is dan handig als er iemand is met veel kennis. Of lange benen. Of domme prada's. Of iemand die al de hele aflevering lang heel graag wil rennen. Freddy, anders doe jij hem. Rennen voor die money. Toch? Rennen voor die money. Wij hebben gekozen. Wat ga jij doen, Rijk? Nou, Sam, jij zit er dichtbij. Dus, oh ja, sowieso. Oh, kijk. Kijk. Oké. Okay. Ja, kijk. Zijn we er klaar voor? Het is de finale voor 10 punten. Rijk, you ready? Zet het nummer maar aan. Dansla, dit is de finale. Dat was hem dan, Music Madness van deze week. Volgende week zijn er gewoon meer. Ja, Rijk, gefeliciteerd. Ik pak je de volgende aflevering gewoon weer terug. Tot volgende week. Hey, battle! Dance battle! Hey! Kijk, we gaan! Gewonnen!